Ook voor het doorspoelen van het toilet gebruiken we drinkwater. En niet iedereen is zich daarvan bewust, zegt Vitens. De gemiddelde Gelderlander denkt dat hij ongeveer 70 liter per dag gebruikt. Maar in werkelijkheid is dat 120 liter. En dat is een heleboel. Elke keer dat je de wc doorspoelt, verbruik je een aantal flessen water. Zo, 8 liter? Ja, dat wist ik niet. Nee, dat wist ik niet. Even de tuin sproeien. Dat doet u ook met drinkwater, wist u dat wel? En liters gebruikt u in een kwartier tijd zelfs 100. Dat is ook heel veel. Daar zouden wel eigenlijk andere mogelijkheden voor moeten zijn om dat te kunnen doen. We sproeien nooit eigenlijk, omdat we gewoon dat met water uit de regentonnen doen. 8 minuten douchen, dan verbruik je ongeveer 70 liter water. Op verschillende manieren kunnen we zuiniger omgaan met ons water. Op het moment dat je 1 minuut korter doucht en dat 5 keer per week doet, dan heb je al 45 liter bespaard. Neem een regenton in je tuin, dat kan je gebruiken. En als laatste tip zouden we willen zeggen van gebruik de spoelonderbreker op je toilet. Want daarmee kan je de helft van het watergebruik ook al reduceren. Een goede actie denk ik wel, dat mensen onbewust toch wel best veel verspillen. Er zijn mensen die minder doorspoelen, bijvoorbeeld als ze een plas hebben gedaan. Dan denken ze, doen we dat niet. Maar zover hoeven we ook niet te gaan, zegt Vitens. Je hoeft niet tot het allerlaatste gaatje te gaan. Het gaat ons er veel meer om van, wees je bewust dat we een heel mooi product hebben, maar ga er zuinig mee om. Gewoon doorspoelen dus, maar gebruik de juiste knop. Dat scheelt liters drinkwater.